komt er allemaal bij kijken bij de PR? Nou, het begin is natuurlijk het eerste als het tekstboek fertig is. Moet er een titel verzonnen worden. En dan ook gewoon van de slag met eigenlijk allerlei soorten van PR-uitingen. De Zittersche Revue is één keer in de 3 jaar. Dat betekent ook dat voor eigenlijk de lui van Zitter en omstreken weer eens bekend moeten maken met er is weer een revue. Daarna beginnen we met het bekendmaken van de titel. En eigenlijk nu de laatste paar weken zijn we heel actief om lui naar de Schouwburg te laten komen om kaartjes te kopen om dit spektakel weer met te gaan maken dadelijk vanaf 11 november. De afgelopen maanden zijn ook steeds op Facebook meer posters langsgekomen. Zijn dat acteurs van het stuk zelf wat je daarvoor gebruikt of zijn dat ook Angerlu? Nee, we hebben bewust gekozen om daar een keer Angerlu op te zetten. Dus niet de artiesten of de spelers die ze dadelijk ook zullen zien vanaf 11 november in de Schouwburg. Ja, de nieuwe voorstellingen die we daar spelen. Maar het zijn eigenlijk lui die ze wel eens Dixer Zuus in Zittert. Op de Markt, in een café, in een brillenzaak, in een wolwinkel. Waar ze denken van, hey, die heb ik toch eens ergens gezien, maar wo alweer. Nou, dat zijn de lui die op die affiches staan. En die zijn er enorm grootje op dat ze erop staan. En die zijn ook heel erg ambassadeur geworden. En eigenlijk zongen dat veel SPR-commissie doorgaat in hun behoeven te doen. Hing gans zit het vol met affiches. En zelfs best een lummerig hangen de affiches. En waarom heb je gekozen om die lui te pakken? Veel vond je het gewoon heel schoon. Om lui te pakken die die hebben we al dikster wel eens gezien. Die hebben gaat met Zittert te maken met de Zuurse Neid Ummer. Het is geen burgemeester of een voorzitter van een harmonie. Maar het zijn lui die eigenlijk toch bekend zijn in Zittert, maar niet de bekende Zittertenaren zijn. Wie vordert het nu allemaal? Ja, nu gaat het echt naar het hoogtepunt toe. Hè. Het gaat dadelijk aan hem. We hebben dadelijk generale repetities. Het decor wat hij nu hier nog in de optochtgasttijd wordt dadelijk naar de Schouwburg toe verplaatst. Dat is heel spannend, ook voor de PR-commissie. We hebben afgelopen week 24.000 viltjes rondgebracht. Dus medige oktoberfeestganger zal dat ook wel te zien krijgen of al gezien hebben inmiddels. De reclames komen dadelijk langs de weg te staan. Dus eerst even de oktoberfeest geweld afwachten en dan is het de revue wat de klok gaat slaan in Zittert. Je zit voornamelijk achter de schermen. Wat is het, zijn de werkzaamheden van UG? Ja, de werkzaamheden van een voorzitter zijn het op de eerste plaats dat er probeert een bestuur goed te managen. We zijn eigenlijk een collegiaal bestuur. Dan is een van de eerste taken na afloop van de revue dat ze een nieuwe voorzitter, of een nieuwe, geen voorzitter, dat kent natuurlijk ook, maar dat we een nieuwe regisseur moeten vangen als we met een andere door willen gaan. We moeten uiteraard ook maar kijken dat er voldoende sponsoren komen. Daar hebben we een heel comité voor, maar daar zit kwaliteiten qua de voorzitter ook altijd in. De contacten met de Schouwburg, met licht, geluid. Band, al dat soort zaken, dat wordt wel meestal door de voorzitter gedaan. Kun je mij eens uitleggen wat het verband is tussen Toon Hermans en de revue? Ja, dat kan ik me natuurlijk heel gemakkelijk van afmaken door te zeggen van als je nu naar de voorstellingen komt kijken, dan gaat je dat zelf zien. Maar alle zitterder die weten natuurlijk dat Toon Hermans direct na de Eerste Wereldoorlog tot ongeveer 1948 heel wat Zittersche revues geschreven heeft. 1949 waren de laatste. En veer zijn toen met de nieuwe versie van de revue in 1979 weer begoos. En we zoeken natuurlijk in jeder revue toch wel get van aansluiting bij Toon en zijn aanhouders. Ik ben Harry Peters. Ik ben sinds 93 betrokken bij de revue en een aantal revues metgespeeld. De laatste 3 revues niet meer, maar Toby waren al bezig met de PR-commissie. En ja, goed, op die manier zijn we op een gegeven moment in aanraking gekomen met de mogelijkheid om een wandel-app te creëren. Wat hield dat in, de wandel-app? De wandel-app is een multimedia-app die wat ze via de telefoon kan lopen en kan ze inloggen op de app Easy Travel. En vandaar uit leidt derdig door de stad her en dan kan ze de vrolijkjes lezen en intussen ziet ze de muziek van de revues door de jaren her. Ik ben zelf bezig met de muziek, met de teksten, met de foto's van de app van de revues. Omdat ik vanuit het verleden bekend ben met de revues zelf.
En dus ik heb me specifiek bezig gehouden met de locaties dan. Waar is wat? De verhuurkens erbij, de foto's erbij. En daar weer gekeken van welk stukje muziek past daar weer bij. Dus start natuurlijk allereerst met kijken wat is de content voor de route. Dat in elk geval op een rij zetten. Dan moesten natuurlijk nog een beetje in schuiven. Hè. Dus moesten gaat bijzoeken of dat kind hier en daar gaat wegvallen. Dan nog eens de route zelf uitzetten. Dus moesten de punten toch verdelen over een mogelijke route. En we hebben daarbij wel een route opgezocht die wat highlights in de stad langs geeft. Wie lang loopt de app? Ook tot het einde van de revue? Of wilt je er nog meer aan besteden? De app is nu sowieso opgemaakt pas aan het einde van het jaar. Hij eindigt namelijk op de markt bij Toon Thuis. Dus hebben we ook weer de link her gedaan. De app dat blijft gewoon bestaan. Dus dadelijk, als dat het Toon Thuis afgelopen is, dan passen we de tekst en het einde ervan aan. En ja, het leuke is, hij kan het immer gelopen blijven weren. Dus hij blijft gewoon eigenlijk continu in de loog hangen, om het zo maar te zeggen. Wat is het verband tussen Oog te Zetten Chauvue, de app Toon Hermans, het gevuil wat ze bij deze revue geest krijgen? Ja, gevuil is natuurlijk altijd heel lastig om dat onder woord te brengen. Maar ik denk dat we deze revue weer meer aansluiting hebben gezocht bij het Zittersje. Het gaat natuurlijk over een aantal grote evenementen die in Zittert plaatsvinden. Waar ook Lu van Boetezitter zich heel gemakkelijk in kennen herkennen. Want bij het Oktoberfeest komen volgens mij 150 tot 200.000 Lu. Dat zijn niet allemaal Lu uit Zittert, want dat heet in totaliteit geloof ik maar 45.000 Lu. Dus er komen ook heel veel Lu van Gelijn en Boren. Verre omgeving, ook bij de Eneco Tour, daar komen ook heel veel wielerliefhebbers uit de ganse provincie. Dus het is niet alleen Zitters, maar het zijn wel evenementen die in Zittert echt geworteld zijn. Die komen door in Veur. En we proberen er ook enige aanhaking met Toon natuurlijk te vengen, omdat Toon 100 jaar geleden hier in Wit geboren is. De klok van Opetiet, wie komt je dan weer? Ja, het ligt natuurlijk heel erg voor de hand. Als het over Opetiet, hups wat geleerd is aan de vijf jaren die de revue over geit. En ook de tijd worden verlijven, vlot, alles gaat snel voorbij, jachtig lijven. De wet vandaag niet meer wat ze gisteren gedaan hebben. Dan komt zo'n klok natuurlijk toch heel vlot om de hoek kijken. En dat is dus ook druk in onze uitingen. De klok zit er steeds Opetiet. Wat toch wel verweerst naar de Zittersje revue. Wilt u de revue bijwonen? We vergeven 2 kaarten voor zondag 27 november. Beantwoord de volgende vraag. Waar lag het ouderlijk huis van Toon Hermans en hoe heette dit huis? Stuur uw antwoord voor 17 november naar redactie@streekomroepstart.nl.